Itzak de Laat en Reine Adema. Jullie hebben juist ieder een cheque van 1000 euro ontvangen als bijdrage in de kosten voor jullie schaatscarrière. Dat moet een welkome bijdrage zijn. Ja, dat klopt. Het is erg handig voor materialen en trainingskampen. Itzak, heb jij al enig idee waar je dit geld voor kunt besteden? Ik denk voor nieuwe ijzers. En ik ga het zeker voor een paar wedstrijden uitgeven. Bijvoorbeeld voor, even kijken, over een paar maanden is er dus in Budapest een soort officieus EK voor shorttrack. En daar, dat is voor mij een hele belangrijke wedstrijd, dus daar wil ik zeker heen. Dat is een mooie bijdrage voor om daar zeker heen te kunnen. Dus. Reina, alleen materiaal of ga je er nog iets meer mee doen? Nou, verder weet ik het nog niet echt. Sowieso slijpblok waarschijnlijk en nieuwe slijpstenen. Meneer Piet van der Gaast, u heeft zojuist samen met uw vrouw een cheque overhandigd van 1000 euro ieder aan de talenten Itzak de Laat en Reine Adema. Van waar deze geste? Het is in eerste instantie om als eerbewijs en aan onze ouders hebben we het opgedragen. Omdat ze papa 3 keer de wedstrijd afsteden, 1 keer de toertocht met mama. En mijn schoonmoeder korte baan, veel prijzen winnen en dergelijke. En wij hebben 15 jaar in Amerika gewoond. We hebben geen gelegenheid gehad om de afsteden te rijden. En ik voelde een beetje schuldig aan mijn vader. Ik denk, ik moet ook wat doen. En zodoende hebben we die reunie gehad van de afstedenwinnaars. En toen hebben we gezegd, 45 jaar getrouwd. Graag geld vragen en dit opdragen aan jong talent. Dat is de toekomst. Ja, jong Fries talent, hè? Daar heeft u bewust voor gekozen. Ja, toch wel, want Jeltje en ik zijn volbloed Friesen. 100% Friesen, dus vandaar de voorkeur voor Friese jonge talenten. Kende u Reina en Itzak al? Nee, vanmiddag voor het eerst ontmoet. Heel erg leuk om ze te ontmoeten. En leuk te zien dat ze zo enthousiast zijn. Voor hen is uw bijdrage heel belangrijk in de ontwikkeling van hun carrière. Ja, maar dat is ook de bedoeling. Want wat ik vanmiddag zei, je moet die schaatsporten, die moet je koesteren. En dan moet je bij de jeugd beginnen. Dat is de toekomst. En al met al heeft u zo een mooie invulling kunnen geven aan uw 45-jarig huwelijksfeest. Ja, zeker, zeker, zeker. Nee, dat was, dit was heel fijn dat we het mogen doen. En dat we dan zo'n medewerking krijgen van de KNSB. Ja, indrukwekkend.